De Gamersnet Dreamhack vlogs worden mede mogelijk gemaakt door Intel Pack for Dreamhack en Monster Energy Drink. Jongens, dag 3 van de beurs. Welkom op dag 3 van Dreamhack. En we zijn weer een beetje aan het nadenken wat we gaan doen. Ja, we moeten nog steeds van jullie te horen krijgen eigenlijk. Ja, maar wat? We gaan... Ik zie alleen dat er net hier geen vette kassen staan. Ja, dat was net eentje. Oh echt? Moet ik zeker weer 10 meter teruglopen? Heb ik echt geen zin in. Oké, dan niet. Dat gaan we zo niet doen. Maar we gaan zo wel naar buiten, want Tom wil timelapse maken. Ik weet het nog niet zeker. Het is koud. It's a cold town. Het is wel heel koud, dus... maar ik vind het wel vet. Volgens mij zijn we nog niet eens genoeg binnen geweest. Misschien zullen we eerst binnen een time lapse. Eerst eten. We zitten even te eten en het is wel even één nadeeltje van Dreamhack. Het is echt fucking goor. Het is gewoon goor. Kijk nou wat hier allemaal ligt. Ja, okay, dat is in principe het kwestie van opruimen. Maar... Nee, maar serieus, gisteren toen gingen we hier echt zitten en we gleden gewoon serieus allebei uit in gewoon shawarma. Ja. Nee, niet de saus, nee, echt, er lag gewoon overal shawarma op de vloer. Ik ben uitgegleden in shawarma. Dat waren wel viraal gegaan trouwens, dat had ik gefilmd. Totdat je het zegt. Dat gebeurt lang nooit. Dus dat vind ik wel een klein nadeel. Ze mogen iets meer schoonmaakvloer hier gewoon 24/7 op de knietjes poetsen. Ik vind dat wij van Gamers het best wel spectaculair kunnen vloggen. Maar het kan beter. Je kan altijd hoger gaan. Ja, hoger. Ja, letterlijk. Kijk, die guy daar vloggen. Of in ieder geval een selfie maken. Hij is mij ook daar even in. Weet je hoe vet dat is? Dat wil ik ook. Kijk hem aan. Overigens wel weer de marine, maar nou de Zweedse. Dat zie je op Lampard tegenwoordig heel vaak. Probeer ze gewoon zieltjes te winnen voor het leger. Slim. Als je goed bent in Counter-Strike kun je ook zeker wel goed jihadisten neerpoffen in Syrië. Zonder te richten, gewoon zo. Je richt niet in Counter-Strike, je gewoon... Dat is gewoon blind fire. Yo, dat was een hele gevaarlijke terrorist. Ik heb 360 no-scope gedaan. Land is weer veilig. Jongens, jullie denken, god, wat is hier paars? Het is echt heel paars hier, maar dan komt het, dit is de Twitch area. Een soort relaxe, unwind area waar bekende streamers, bekende YouTubers en exhibitors een beetje chillen, een hapje en een drankje, een tafelbal. Het is eigenlijk een beetje de VIP area. En we waren ook al aan het kijken of Bob Ross hier misschien rondliep. Maar we zagen alleen een paar druïdes met Bob Ross foto's op hun buik, een soort halleluja zingen om Bob Ross te eren. Kappa. Ik wacht even, want dan snap je de grap. Ik heb het al op Twitter gezegd, maar ik krijg tegenwoordig gewoon weer een lekkere nerdboner van een hele mooie PC. Gewoon een goede kast. Een mooie case mod, whatever. Als het maar een leuke kast is. En wat hier achter mij staat is echt fantastisch. Kijk hem even transformen. Kijk die shit gaan. Die kast gaat gewoon uit zichzelf open. En dat hele moederbord kan dus helemaal kantelen. Ik heb het gevraagd, het is nou live aan het gebeuren, ik heb het gevraagd, ze gaan het nou doen. Kijk die shit! Het is heerlijk. Ik heb het nagevraagd. Als je dit ook wil, kost het je een goede 8000 euro. Ongeveer. Grofweg, pak een beet. Dat is 8000 euro voor dat systeem. En Peter zou natuurlijk nou zeggen, zit de videokaart in. Weet je het niet leuk dat ik kut met dat hij niks weet van computers? Ja, dat past niet in de PlayStation, hè? De videokaartjes. Kijk, dat past niet in de PlayStation. Dat is toch ook zo? Dat is ook zo! Ja, dat past niet in de PlayStation. Dat is 8000 euro, mensen. Pure swagger, kijk die shit. Fucking vet. Ik stond even op de MSI booth. En wij kennen die guys natuurlijk. En op een gegeven moment is er nu een enorme booty hunt hier bezig. Daar staat er. En op een gegeven moment was het rellen hier vanwege de goodies die hier liggen. Dus ik kon ze even beter gaan guarden. Dus nu ben ik dus echt gewoon een bodyguard, gewoon een uitsmijter. Ik ben er goed in, ik vind het vet. Ik hou ervan. It's my product, man. It's my product. Gewoon, we staan hier echt sinds al een half uur. Dit is de fanzone. Wij zijn hier ook gewoon ingepland. Wat is dit? Er komt niemand. Volgens Google Analytics hadden wij serieus best wel een grote afzetmarkt in Zweden. Maar ik heb het idee dat daar een glitch was of zo. Want wij schijnen dus duizenden viewers in Zweden te hebben. Maar dat slaat helemaal nergens op. Want dit is... Er is helemaal niemand. En daar
worden ze, dan zijn ze continu uit aan het delen en ik ken die mensen niet eens. Slaat dit op. Serieus, dude. Heb je al iets uitgemaild? Nul. Niks. Do you want my autograph, sir? Fuck you! Oké. Goodbye. Welkom terug in ons hotel. Wij zijn er ook weer. Supergezellig. Maar we blijven één ding. Vergeet niet te zeggen dat we het voor hun doen. Oh ja, oké. Welkom terug in ons hotel. Wij zijn hier al een paar dagen en het ding is, we blijven een dagje langer. Maar dat doen we natuurlijk allemaal voor jullie. Niet omdat we vanavond naar een Twitch feestje gaan, waar gratis drank is. En daarom is het misschien niet zo slim als Peter de volgende dag zou rijden. Dat is dus niet de reden. De reden is dat we dit voor jullie doen, omdat jullie zo immens veel gereageerd en geliked en whatever hebben gedaan op de vlogs. Dus daarom maken we een extra vlog. En dat is een beetje waarom we dit doen. En daarom slapen we een nacht langer in dit immens kere hotel met een plastic bril. Geen ruimte, een soort bondagebed waarin ik opgevouwen moet liggen. Dat is allemaal voor jullie. Voor jullie. Voor de likes, voor de YouTube-monies die we verdienen. ja, ik weet niet, maar er komt waarschijnlijk nog een extra vlog aan. En ja, we gaan in ieder geval zo door naar de Twitch-party. Neem aan dat we daar ook wel een beetje gaan vloggen. Ik bedoel, het is een Twitch-party. Zullen we daar niet raar op kijken als mensen tegen mobieltjes aanpraten? Dat doet trouwens wel iemand aan het eind van deze gang. Dat is, hij was net wel een soort van... Dit ga ik ook nooit leren in spiegelbeeld filmen. In ieder geval die guy daar, die was echt aan het kijken van... Hij praat tegen zijn mobiel. Is dat een unbeliever? Maar nee, serieus. Tot op de Twitch-party zo. Ik heb gezegd dat het voor ons, dat we het voor hun doen. Ja. Precies. Want we moeten wel naar de belastingdienst zo. Ja, oké. Het zal allemaal goed komen. Kijk, we zijn hier natuurlijk met tegenzin en voor jullie. Maar we zijn op het Twitch-feestje gearriveerd. De pijn is iets verzacht door champagne. Ja, en die gaan wij als de komende uren vermaken. Of nou ja, proberen te vermaken. Voor jullie, hè? Voor jullie. Nou jongens, dit is het legendarische Twitch-feestje en wij kennen eigenlijk alleen het legendarische Wargaming-feestje. Maar Twitch scoort punten, want ze hebben... Beerpong! Nice! Nooit gedaan. En gratis drank. Oh. Wat heb je daar? Bier! Dude. Ik ga eten halen. Look at the flick of their wrist.